Een goede middag allemaal. Mijn naam is Luc De Heijn. Ik ben Chief Commercial Officer bij Mercator. En ik wil jullie hartelijk welkom heten bij de webinar Eagleby Evenementen en hoe dat je zonder omwegen en hinder naar Hipot 2.0 kan gaan. Ter informatie, deze webinar wordt opgenomen. Later krijg je hier sowieso een link van opgestuurd. En op het einde van de webinar wil ik vooral twee dingen hebben bereikt. Maar als voorens dat ik daarover start, wil ik kort even uitleggen wie dat wij zijn. Dus ik ben van Mercator. En Mercator, wij zorgen voor veiligere straten en betere netwerken. Het is te zeggen, wij zelf doen dat niet, maar wij bouwen wel de software daarvoor. Op de bovengrond, bouwen wij het Eagleby Smart City platform. Dat vandaag bij meer dan 100 steden en gemeenten in gebruik is, ongeveer 3 miljoen burgers bereikt. En dat is eigenlijk een platform om alle soorten vergunningen van tijdelijke hinder op jullie openbaar domein te gaan beheren. Dus de wegenwerken en de evenementen. Maar eigenlijk hebben wij ook ondergrond, below, een hele grote groep van medewerkers op werken op wat men noemt Geospatial Asset Management of algemeen het GIS. En ongeveer 75% van de Belgische en Nederlandse netwerkbeheerders is klant bij Mercator, onder andere Proximus, Telenet, Fluvius, Fluxys, De Watergroep, Pitpa enzovoort. En wat we in de ondergrond doen, ja, dat is zowel software aanbieden als ook services om software te bouwen of te onderhouden. Op het einde van de webinar zijn er twee zaken die je moet meenemen naar huis. Eerst en vooral, ik hoop dat we in deze webinar kunnen duidelijk maken dat Hipot echt handig is, dat Hipot voordelen biedt. Wat zal het belangrijkste voordeel zijn voor iemand die evenementen organiseert? Dat is dat je zones kan gaan reserveren op het openbaar domein. Dat iemand die zijn vergunning vandaag aanvraagt om volgend jaar een evenement te doen, dat die zone effectief gereserveerd wordt voor dat evenement. Dus als je Hipot wilt gaan gebruiken, doe het dan voor die conflictpreventie, voor het reserveren van die zones, maar doe het niet om de verplichtingen van het Hipot-decreet. Het zijn heel veel verplichtingen, heel veel technische verplichtingen ook, maar eigenlijk moet je daar niet van uitgaan, je moet starten met die voordelen. En als je wilt starten met Hipot, zal je al snel merken, en dat komt later aan bod in de webinar, dat je op verschillende manieren met Hipot kan werken. Je kan het manueel doen en je kan het automatisch doen. En hopelijk zal het snel duidelijk worden dat die automatische manier van werken erg handig zal zijn. Hier zie je de agenda van de webinar. We gaan kort even introduceren wat Hipot is, Hipot for Dummies. We gaan het toepassen op een voorbeeld, de organisatie van een concert. En wie wat juist zal doen in het Hipot. In het tweede deel van de webinar gaan we dan dieper in van hoe je conform Hipot kan gaan werken, manueel of automatisch, waar wij ook 5 levels zullen introduceren. We zullen de aandachtspunten van Hipot 2.0 even voorstellen. Dat is belangrijk voor wie vandaag met Hipot 1.0 werkt. En als laatste zullen we ook een planning voorstellen. Het eerste deel van deze webinar zal gegeven worden door mijn collega Sarah Bellemans. Sarah, ik denk niet dat iedereen jou al kent, want je werkt nog maar enkele maanden voor ons team. Kan je even vertellen wie je bent en wat je doet voor Eagleby en wat Hipot en Hipot 2.0 nu juist inhoudt? Natuurlijk, Luc. Dan vertel ik met plezier wat meer over mezelf en over Hipot, waar we hier vandaag allemaal voor zijn. Hallo allemaal, mijn naam is Sarah Bellemans. Ik ben Customer Success Manager bij Eagleby. Meer specifiek begeleid ik onze klanten naar een vlotte opstart en zorg ik daarna ook voor de verdere opvolging. Maar waar we hier vandaag dus allemaal voor zijn, Hipot, het generiek informatieplatform openbaar domein. Wat is het Hipot? Hipot is een Vlaams decreet dat voor meer afstemming tussen nuts- en wegenwerken zorgt, zodat conflicten met evenementen, omleidingen, zoveel mogelijk kunnen worden vermeden en dat de kosten voor de aanleg van hoge snelheid communicatienetwerken verlaagd kunnen worden. Meer specifiek werd het decreet gepubliceerd in 2014 en is in werking getreden op 1 juli 2016. Na enkele jaren was er nood aan vernieuwing, dus werd er in 2019 een vernieuwingstraject gestart. Het juridisch kader daarvoor werd afgewerkt in juni dit jaar. En Hipot 2.0 zal starten op 21 november 2020
met officiële inwerkingtreding op 1 juni 2021. Wie is er nu juist verantwoordelijk voor GIPOT of wie staat erin voor de uitvoering daarvan? Wel, dat is de Vlaamse overheid en meer specifiek Informatie Vlaanderen. Wat is de rol van Mercator hierin? Wel, Mercator is eigenlijk een softwareleverancier die GIPOT implementeert voor steden en gemeenten die gebruik maken van ons softwareplatform EagleBee. Het EagleBee Smart City platform integreert met GIPOT en nog vele andere toepassingen zoals notuleringspakketten, betaalsystemen, noem het maar op. Het is dus dankzij EagleBee dat vandaag meer dan 100 besturen conform GIPOT werken. De algemene doelstelling is hier dus meer samenwerking en minder hinder. Waar gaat het eigenlijk om? Wel, het gaat over sportevenementen, concerten, buurtfeesten, kermissen, braderijen, speelstraten enzovoort. Je merkt meteen, heel wat verschillende partijen zijn hierbij betrokken, waarop GIPOT impact zal hebben. Het is dus niet alleen het lokaal bestuur dat de vergunningen zal afleveren, dat geïmpacteerd zal worden, maar ook de politie die advies gaat geven, controles gaat uitvoeren, brandweer die bepaalde informatie nodig heeft over bepaalde vergunningen, de burger die zelf hinder ondervindt door evenementen of wil deelnemen aan een evenement, als ook alle organisatoren of verenigingen die vergunningen nodig hebben. Om dit nu eens te overlopen, in welke fase van een evenement een GIPOT-connectie nodig is of op welke manier er geconnecteerd kan worden, zullen we even aan de hand van een voorbeeld van de organisatie van een concert doorlopen. We zullen in dit voorbeeld een nieuw soort evenement overlopen. Wat bedoel ik daarmee? Een evenement dat nog niet eerder georganiseerd werd. Bijvoorbeeld Rock Oostende, een concert in Oostende. In dit geval kan het handig zijn om eerst de periode en de locatie te gaan aftoetsen vooraleer alle details bekend gaan zijn. Voor sommige besturen kan dat handig zijn dus om eerst een soort principiële goedkeuring te vragen alvorens alle andere details bekend zijn. Het is niet verplicht, maar het is dus wel mogelijk. In de eerste fase zal de organisator de mogelijkheid dus hebben een principiële goedkeuring aan te vragen, waarbij het evenement onmiddellijk gecommuniceerd zal worden naar GIPOT, maar enkel de reservatie in tijd en ruimte hierbij zal toegevoegd worden. Er zijn met andere woorden nog geen details van het concert beschikbaar. In een tweede fase zal de organisator het concert verder gaan definiëren en meer specifiek de details ervan gaan uitstippelen. Hij zal de security regelen, veiligheidsinstructies voorzien, nog eventuele adviezen opvragen enzovoort. Maar de periode en de locatie zal niet meer gewijzigd worden. In een derde fase zal het evenement of het concert al dan niet goedgekeurd worden door het lokaal bestuur en zal het daarna opnieuw gecommuniceerd worden naar GIPOT. In fase 4 is er dan ook nog de mogelijkheid om een wederkerend evenement aan te vragen door middel van een kopie te nemen van het bestaande of originele evenement met een nieuwe periode en eventuele andere parameters. Wie doet nu juist wat in GIPOT? Of wat gebeurt er in GIPOT? Wel, eerst bij de principiële goedkeuring zal gevraagd worden door de organisator, waarop het lokaal bestuur zal moeten antwoorden. Bij validatie, de niet vergunde aanvraag, zal het evenement geregistreerd worden in GIPOT. Pas later zullen details bijgevoegd worden. De organisator zal dan de details van het evenement gaan bijvoegen en opnieuw zal het lokaal bestuur hierop moeten antwoorden. Details kunnen zijn onder andere de hinderzones die worden uitgewerkt. Daarna zal de goedgekeurde aanvraag gepubliceerd worden in GIPOT, waarbij alle details en gegevens nu overgenomen zullen worden. Daarnaast zal het evenement ook in onze EagleBee Map gepubliceerd worden. En als laatste heeft de organisator dus steeds de mogelijkheid een kopie van het evenement aan te maken om een wederkerend evenement in te geven. Via het maken van de kopie wordt alle gegeven informatie van het originele evenement overgenomen. Natuurlijk voorziet het GIPOT-decreet ook in termijnen die gerespecteerd moeten worden, maar zoals eerder al aangegeven door mijn collega Luc, wensen we daar niet verder op in te gaan of zijn we ervan overtuigd dat het gebruik van GIPOT vooral om zijn voordelen moet gaan en dus niet om de verplichtingen die het vraagt. En dan zijn wij ervan overtuigd dat je zelf vanzelf de termijnen zal respecteren. Hoe je nu zelf als bestuur conform GIPOT kan gaan werken, zal mijn collega Jeroen de Bisschop met plezier uitleggen.
Dankjewel, Sarah, om ons wat meer informatie te geven over wat Gipot juist allemaal inhoudt. Mijn naam is Jeroen de Bisschop. Ik ben Smart City Consultant voor Mercator, voor het ELB Smart City platform. En ik zal vandaag wat meer uitleg geven hoe je als lokaal bestuur conform Gipot kan gaan werken. We merken vandaag de dag dat er veel verschillende besturen op een verschillende niveau met Gipot gaan werken. En dat er daar voor de meeste besturen wel nog wat groeimogelijkheden in zijn. Die Gipot-conformiteit hebben we eigenlijk gaan onderverdelen in 5 levels, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die er in Gipot wordt ingebracht. Per level is er een specifieke kost aan verbonden, als ook een tijdsduur, als ook het voordeel dat je eruit haalt. We zullen beginnen met het eerste level, waar een minimale hoeveelheid aan informatie in Gipot wordt ingebracht. We merken in dit eerste level dat de besturen meestal starten met enkel de herhalende evenementen manueel in Gipot in te brengen. Die herhalende evenementen, dat zijn onder andere de wekelijkse markt of de jaarlijkse kermis en dergelijke. Vermits het hier gaat over een manuele input binnen Gipot door een van de medewerkers van het lokaal bestuur, is hier uiteraard geen kost aan verbonden. Er zal wel een zekere tijd inkruipen. Het is namelijk wel wat werk om elke kermis, om elke markt manueel altijd in Gipot te gaan inbrengen. Spijtig genoeg is het voordeel hierbij redelijk beperkt. Doordat er zo weinig informatie in Gipot zit, enkel deze evenementen eigenlijk, zullen er dan ook niet veel conflicten gevonden worden natuurlijk, waardoor dat het voordeel van het Gipot, die conflictdetectie en het beperken van de hinder, eerder beperkt is. Wanneer we Gipot iets beter gaan gebruiken, zullen we niet alleen de herhalende evenementen, maar ook de signalisatievergunningen manueel gaan inbrengen. Vermits het hier nog altijd gaat om een manuele input, zal de kost niet bestaan zijn. Dit is gewoon werk voor een van de medewerkers, maar het kost wel redelijk wat tijd. Er zijn immers veel meer signalisatievergunningen en deze allemaal manueel gaan inputten, vergt wel wat tijd en zal meestal ook wat frustratie eigenlijk mee met zich meebrengen. Het voordeel dat je hieruit haalt, is nog altijd eerder beperkt. Waarom? Wel, het is een manuele input die vaak iets na de feiten loopt. Ook niet alle vergunningen zullen worden ingebracht. We werken bij het bestuur dat zich beperken tot de grotere signalisatievergunningen, de grotere werken, om zo de tijdsdruk toch wel wat te beperken. Willen we nog iets beter aan de slag met Gipot? Willen we stijgen naar een level 3? Wel, dan zullen we ook alle signalisatievergunningen automatisch gaan inputten binnen Gipot. En hiervoor ga je als lokaal bestuur gebruik maken van een digitale tool, zoals bijvoorbeeld onze ELB-module in een openbaar domein. Uiteraard is hier een kost aan verbonden, maar je haalt hier veel meer tijdsvoordeel uit. Waarom? Wel, alle signalisatievergunningen zullen automatisch naar het Gipot gepusht worden en er is dus geen nood meer voor een medewerker om deze allemaal manueel te gaan inputten. Daarnaast staan hier ook heel veel voordeel uit. Zowel tijdens de aanvraag wordt de aanvrager al op de hoogte gebracht van mogelijke conflicten en achter de schermen kan je natuurlijk ook genieten van de hele dossierbehandeling die hiermee gepaard gaat. Wat kan voor signalisatievergunningen is uiteraard ook mogelijk voor de evenementen. Dus ook al die evenementen gaan we in level 4 automatisch binnen Gipot gaan inbrengen. En hiervoor ga je als lokaal bestuur weer gebruik maken van een digitale tool, zoals bijvoorbeeld onze ELB evenementenmodule. Hier is weer een bijkomende kost aan verbonden, maar net zoals de tijdswinst die je hebt gecreëerd voor de signalisatievergunningen, zal je het ook krijgen voor de evenementvergunning. Alle evenementen worden automatisch gelinkt met het Gipot. Je haalt hier dan ook veel meer voordeel uit, want zowel organisator krijgt tijdens zijn aanvraag al de mogelijke conflicten te zien, en ook in de back-office zullen de medewerkers altijd op de hoogte worden gebracht van mogelijke conflicten, zodat je geen buurtfeest meer gaat vergunnen in straat waar ondertussen ook nutswerken bezig zijn. Wil je dan nog een stapje verder gaan en echt 100% conform Gipot gaan werken, dan zullen niet enkel de signalisatievergunningen en de evenementen automatisch gepusht worden naar Gipot, maar zullen ook alle eigen werken naar Gipot gaan. Dus alle werken die eigenlijk worden uitgevoerd door het bestuur zelf. Hiervoor kan je als bestuur gebruik maken van onze ELB-module grondwerken, die we helemaal conform Gipot 2.0 aan het ontwikkelen zijn.
Hier is weer een kost aan verbonden, maar deze ligt nu iets lager. Waarom? Wel, door de eigen werken in Gippot te gaan inbrengen, zal het ook mogelijk zijn om synergieën op te zoeken. Wanneer werken dan in synergie kunnen uitgevoerd worden, zal de kost van de werken gedrukt worden, waardoor de uiteindelijke kost eigenlijk toch wel sterk gereduceerd wordt. Het kost uiteraard wel wat tijd om al deze eigen werken in Gippot te gaan steken, maar vermits nu alle informatie van jouw openbaar domein ook in het Gippot wordt weergegeven, haal je hier toch wel het maximale voordeel uit. Je kan deze 5 levels dus zien als een soort van groeiperspectief of als een stappenplan waar je als bestuur steeds meer en meer conform Gippot gaat werken en hier ook steeds meer en meer voordeel uit gaat halen door dit vooral te automatiseren en meer info binnen Gippot te gaan inbrengen. Dat is ook een beetje de generale trend of de grote rode lijn die we toch wel in deze webinar willen meegeven, is dat ga het Gippot gebruiken voor het voordeel dat je eruit haalt. Niet enkel omdat het een verplichting wordt of een verplicht decreet is. Uiteraard, en dat is zeker voor evenementen toch wel belangrijk om mee te geven, is het wel een van de grootste veranderingen binnen Gippot 2.0. Dat is namelijk dat alle evenementen verplicht naar het Gippot zullen gestuurd moeten worden. Maar weer, doe het niet voor deze verplichting, maar doe het om het voordeel dat je eruit zal gaan halen. Naast deze verplichting zijn er natuurlijk nog een aantal andere veranderingen die Gippot 2.0 met zich zal meebrengen. En deze zullen we eens overlopen, of toch degene die de meest impact zullen hebben voor de evenementendienst bij jullie op het lokale bestuur. Een eerste verandering is de manier van authenticatie. Waar je binnen Gippot 1.0 de verbinding moest gaan leggen via een SSL-certificaat, zal dit binnen Gippot 2.0 via een eenmalige actie van een invuldocument zijn. Hierdoor wordt het als bestuur veel gemakkelijker om van start te gaan met een digitale tool voor de koppeling te maken met Gippot. Maar ook voor de reeds bestaande besturen zal er een nieuwe registratie of een nieuwe authenticatie nodig zijn. Vanuit ILB zullen wij natuurlijk onze reeds bestaande klanten contacteren met de nodige documenten om dit allemaal vlot te laten verlopen. Een tweede grote aanpassing is het concept van de hinder. Vandaag de dag wordt hinder binnen Gippot weergegeven als een textueel of heel textueel weergegeven. Hinder op het voetpad, hinder op het fietspad, hinder op de rijbaan. Binnen Gippot 2.0 gaat men werken met het concept van hinderzones, waar de hinder wordt weergegeven als een zone, los van de zone van het evenement. En deze zone kan ook in periode losstaan van het evenement en kan ook gericht zijn naar een specifieke doelgroep. Wat bedoelen we hier wel juist mee? Wel, wanneer er bijvoorbeeld een concert doorgaat, zoals Sarah dat juist heeft voorgesteld, dan zal er op de locatie van het concert en ook in de aansluitende straat uiteraard hinder zijn. Daarnaast kan er ook voor het concert en na het concert in de omliggende straten hinder voorvallen. Deze hinder staat dus los in locatie en los in tijd van het evenement, maar toch zal deze weergegeven worden. Deze hinderzones worden dus opgenomen in Gippot 2.0 en binnen het ILB Smart City platform voorzien we jullie als bestuur van alle nodige tools om deze hinderzones in te tekenen en om deze te gaan beheren. Een andere verandering is de Gippot types van vandaag de dag. Vandaag wordt er binnen Gippot gewerkt met verschillende Gippot types, maar deze gaan veranderen naar Gippot 2.0. Zo zullen de werkopdrachten veranderen in grondwerken, en wordt het type manifestaties, waar vandaag de dag eigenlijk alles een beetje toe behoort van evenementen en innames, wordt dit opgesplitst in werken, evenementen en in een latere fase ook parkeerverboden. Wanneer jullie werken met het ILB Smart City platform voor het aanvraag van jullie evenementen, kunnen jullie natuurlijk genieten van jullie eigen evenementtypes. Dit kan heel breed gaan en jullie kunnen ook custom evenementtypes gaan toepassen. Achter de schermen zullen wij deze eigen types automatisch gaan koppelen aan het juiste Gippot-type evenementen, zodat al jullie evenementen uiteraard in Gippot gepubliceerd worden als een evenement. Een laatste aanpassing is het concept van de omleidingen. In een eerste fase zal Gippot 2.0 geen omleidingen voorzien. Maar ik denk dat jullie zelf wel weten dat evenementen, zeker grotere evenementen, vaak ook wat omleiding met zich meebrengen. We willen jullie nog altijd voorzien om deze functionaliteit te kunnen gebruiken en daarom zullen wij binnen het ILB Smart City platform eigenlijk zelfstandig deze omleidingen gaan opslaan.
Op deze manier kunnen jullie nog altijd de omleidingen horen bij een evenement gaan intekenen. Deze worden opgeslaan en eens deze in een latere fase ook worden opgenomen binnen het GIPOD, zullen deze automatisch gesynchroniseerd worden. Zo, wat zijn de grootste aanpassingen binnen GIPOD 2.0 die van toepassing zijn voor de evenementen? Als laatste geven we graag nog eens een planning mee of een overzicht van de planning. We zijn ondertussen al september en half september, binnen 5 dagen ondertussen al, beginnen wij binnen het EagleBee-team met de start van de nodige aanpassingen aan het EagleBee Smart City-platform naar GIPOD 2.0. We beginnen hier tijdig mee om zeker klaar te zijn tegen half november. Waarom willen we zo snel klaar zijn? Wel, vanaf 21 november spreken we immers van de GIPOD 2.0 Big Bang. Vanaf dan komt GIPOD 2.0 online en in deze week zullen wij met EagleBee ook meteen de switch maken. Zo kunnen jullie eigenlijk als bestuur, wanneer jullie gebruik maken van het EagleBee Smart City platform voor de aanvraag en verwerking van je evenementen, vanaf dag 1 gekoppeld zijn met GIPOD 2.0. Dit zal allemaal achter de schermen gebeuren, zodat jullie automatisch eigenlijk de juiste link maken vanaf het eerste moment. In het voorjaar van 2021 staan er dan nog wat aanpassingen gepland aan het nieuwe GIPOD. En uiteraard zullen wij deze ook stapgewijs doorvoeren binnen EagleBee. Zo, dat waren de grootste veranderingen binnen GIPOD 2.0 naar de evenementendienst toe. En ook al een kort overzicht van de planning. Luc, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Dankjewel Jeroen voor je uitleg en ook Sarah. Ik denk dat jullie inderdaad een heel goed overzicht hebben gegeven van de veranderingen van het nieuwe GIPOD en wat de impact kan zijn. Ik denk dat jullie, de medewerkers in de call vandaag, die met de evenementen bezig zijn, heel goed weten dat die verandering eigenlijk een constante is. We met EagleBee dragen we al heel lang bij, werken we al heel lang samen met steden en gemeenten en ook met die evenementensector. En als we kijken naar de wettelijke verplichtingen, dan zien we daar toch heel vaak ook veranderingen in komen. En wij als softwareleverancier moeten ook continu die veranderingen toepassen. En sowieso veranderen wij ook continu onze eigen software om nog gebruiksvriendelijker en nog eenvoudiger te kunnen werken en om te kunnen gaan met al die wettelijke voorwaarden. Ik had beloofd aan het begin van de webinar dat er 2 heel belangrijke zaken waren om mee te nemen. En dat was die voordelen van GIPOD. Ik denk dat Jeroen de Bisschop goed heeft aangeduid dat ja, je kan manueel met GIPOD gaan werken. En dat de voordelen dan heel beperkt zullen zijn. Maar als je alles in GIPOD hebt gestoken, ook dus al je evenementen met de juiste hinderzones enzovoort, dan ga je effectief snel kunnen zien dat er veel minder conflicten zullen voorvallen op jullie openbaar domein. Maar dus zoals gezegd, als je het manueel gaat doen, dan ga je eigenlijk geen van die voordelen kunnen genieten, omdat je het misschien te laat gaat doen, af en toe ga je het eens vergeten. En dat maakt eigenlijk ervoor dat het ja, niet ideaal is. We zien dat vandaag heel wat steden en gemeenten conform GIPOD werken, omdat het automatisch is, genieten zij van al die voordelen. Vandaag zijn er al 112 steden en gemeenten die op onze software rekenen. Dat zijn er 112 die dus conform GIPOD 2.0 werken. En met 45 van hen, zij hebben ook gekozen voor ons EagleBee evenementenloket. En dat maakt ons eigenlijk ja, de meest gebruikte software wat betreft evenementen hier in Vlaanderen. Ik hoop dat deze webinar ja, jullie iets wijzer heeft gemaakt over die GIPOD-verplichtingen vanaf november 2020 en zeker richting 2021. En dat we jullie een beetje voeling hebben kunnen geven van hoe dat je er juist aan kan gaan voldoen. Nu ben je klaar om een smart city te worden, maar heb je toch nog wel wat vragen? Dan kan ik je deze contactadressen even meegeven. Jeroen de Bisschop, hij is onze smart city consultant. Ben je nog geen klant van EagleBee en heb je wat meer informatie nodig over het evenementenloket of over de GIPOD 2.0 veranderingen? Neem dan zeker contact op met Jeroen. Ben je wel een klant van EagleBee en heb je interesse in dat evenementenloket of heb je nog wat specifieke vragen met betrekking tot de toepassing, neem dan zeker ook contact op met Sarah. Heb je andere vragen? Mij mag je ook steeds contacteren, maar ik zit meestal op die zeilboot. Dat is eigenlijk niet waar, hoor. Maar zoals je ziet, Jeroen, Sarah en ik, wij zijn allemaal op verschillende locaties. Wij werken allemaal nog van thuis.
We doen wel meetings bij de klanten, maar het blijft nog steeds beperkt. En het moet ook altijd op een veilige manier gebeuren. En we verkiezen daarom om in grote groep samen te komen in deze webinars. Zoals gezegd, de webinar die is opgenomen. Die ga je later ook toegestuurd krijgen. Dat zal waarschijnlijk eerder begin volgende week zijn. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. We zijn hier met een dikke 40, bijna 50 mensen in de call. Wat echt superveel is. Heel hartelijk bedankt daarvoor. En hopelijk tot binnenkort. Dag.